Na een aantal jaren Amerika is Iris Lappendeel terug in Nederland. Dit seizoen rijdt zij aan de zijde van Marianne Vos bij het Rabobank vrouwenteam. Hoe gaat het? Nou, nu voel ik me wel lekker, ja. Ja, want de afgelopen dagen, als je niet fit bent, heb je niet echt zin om te trainen. Maar eigenlijk is in je hotelkamer zitten wel het allerberoerdste wat je kan hebben op trainingskamp. Dus nu ik gefietst heb, ja, voel ik me al 100 keer beter al. En het is ook wel lekker om even te fietsen weer. Dus voel me wel weer goed. Hier in Spanje is het wel heel erg veel klimmen en weinig dalen. Ja, dat is gewoon een mindsetting, hè. Dus als je weet dat je op trainingskamp gaat en je moet alleen maar klimmen, dan vind ik dat eigenlijk hartstikke leuk. Ja, ik klim wel graag. Alleen, als je een wedstrijd hebt en je ziet ze 20 minuten voor je 30 bochten verder al rijden de eerste groep, dan is het soms iets minder leuk. Maar op zich in trainen, ook wel van klimmen. Is er verschil met je vorige ploeg Garmin? Het grootste verschil is een beetje de mentaliteit, denk ik. Dat iedereen hier wat nuchterder is. En ik vind hier ook wel weer, net als bij het Cervelo testteam, dat er echt heel veel enthousiasme is voor de vrouwen. Een beetje wat ik bij Garmin een beetje miste. En vooral vanuit het management. En dat is echt, vind ik echt super stimulerend voor onze ploeg. Dat Harold en Ellen ook hier op trainingskamp komen kijken. En enthousiast zijn en geïnteresseerd. En ja, dat maakt echt een team van het complete Rabobankteam. Zijn er voldoende vrouwenwedstrijden? En besteedt de pers aandacht aan jullie sport? Eigenlijk, ik vind dat voor elke proto-wedstrijd er ook een vrouwenwedstrijd georganiseerd moet worden. Of voor in elk geval een groot aantal. Net zoals in de Ronde van Vlaanderen of Waalse Pijl gebeurt. En dan krijg je vanzelf die pers erbij. En dan, ja, als er dan pers komt, dan moet ze ook geïnteresseerd zijn in de sport. En niet in allerlei randzaken en wie er het knapst uitziet op de fiets. Of Kijk, vrouwenwielrennen is wel iets anders als mannenwielrennen. Dus je moet er niet te veel vergelijken. Want wij hebben niet de fysieke capaciteiten die de meeste van ons in elk geval die mannen hebben. Dus. Heb je buiten het wielrennen nog hobby's? Ja, ik doe nog wel een beetje aardig wat bij. Een beetje te veel misschien soms. Maar ik hou wel een beetje van afleiding naast het fietsen. Dus ik zit vaak... Ik ben productontwerper van beroep, dus dat doe ik dan nog. Ik ontwerp productjes en ook ik doe grafische opdrachten voor verschillende bedrijven. Dan hobby ik nog een beetje achter de naaimachine, maak ik tassen en accessoires en dat soort dingen. En ik teken veel. Ook, ook om mijn eigen ontwerpjes te maken. Dus, en ik schrijf columns. Dus lekker een beetje dingen erbij te doen. Eén vingertje naar beneden met de tas die je vaststaat. Juist, dan zie ik je erna. Heel goed. Super.